Hallo julle, hier is ons weer van Experiland. Hallo. En ons experiment vandag is een chemische reactie. Baie makkelijke experiment om te doen. Je hebt werkelijk waar net koeksoda en asyn nodig en een drippertjie. Nou, ons hier is dis nie een mengsel, dis nou wat ons nou gister gesê het, nie een mengsel nie. So ons gaan een chemische reactie doen. En hierdie is een baie lekker steam activiteit, so jy kan prentjies maak. Philip gaan het vir ons doen. Die asyn het ons gekleur. Dis een geel en een rooi en een blauw, so is primaire kleure. Ons gaan net koeksoda in een bakkie gooi. En jy kan dan een prentjie daarmee maak. So kyk, soos Philip nou drip met die geel, en dan drip Philip met die, maak het, sit een beetje aan die kleur op. De drippertjie nodig, rooi, lekker om te kyk partykeer hoe verander die kleure, as jy die kleure sou meng, en kyk die blauw, sit vir ons een bietjie blauw by, en dis ietsie wat jy dan heerlik kan doen, en een prentjie maak, met hierdie koeksoda en asyn reaksie, harsy, dankie julle, dis vir vandag, dis een heerlijke ontspannende activiteit, selfs vir een groot mens, so julle kan lekker prentjies maak, totdat jou reaksie voorbij is, en dan kan jy weer nieuwe koeksoda ingooi. Dankie, tata! Tot ziens!